Het was een gewone schooldag voor de leerlingen van het Koningin Wilhelmina College. Maar er stond geen taal en wiskunde op het programma, maar schaatsen. De school had voor alle leerlingen een schaatsfeest georganiseerd. En een feest is het, met wel meer dan 1500 leerlingen op het ijs. Kinderen die geen passende schaatsen meer hebben, kunnen toch een poging wagen. Welke schaatsen heb je net geruild? IJshoekje schaatsen. En normaal 39. En welke heb je ingeleverd? Noren, mijn oude Noren. En die past dit niet meer. Ja, wel handig, anders wil je een nieuw kopen. Net heb ik een schaatsen aan. Ja, dat weet ik, maar ja, als ik het... Nou, als ik ga schaatsen, dan ga ik op sowieso mijn gezicht, dus... Maar net ging je ook onderuit. Ja, maar dat komt door een botsing. Ik werd getackled. Het ijshockey wordt dus niet helemaal volgens de regels gespeeld. Bij de sprint gaat het er heel wat serieuzer aan toe. 10,75. En is dat snel? Ja, ik heb... voor het laatst had ik 13,42, dus... Hoe snel? Dit is heel snel. En hoef je nou ook echt voor om snel te kunnen schaatsen? Ja, elke zaterdag. Maar het gaat op dit schaatsfeest vooral om plezier maken. En dat gaat op het ijs heel wat beter dan in de schoolbanken. Nou, omdat we niet de hele tijd in de les hoeven te zitten nu. Achter de boeken. Maar ja, vind je dat je zo ook wel wat leert? Ja. Schaatsen. We hebben hier buitenles. We zijn met... Nou, zo'n 1500 kinderen zijn verschrikkelijk aan het leren hier. Ze hebben een plezier met elkaar, ze leren schaatsen, ze leren van elkaar genieten. Ze leren beleefd zijn, ze leren zelf verschrikkelijk veel. Ik kan geen les tegen op. En van al dat leren krijg je trek. Drukte dus bij de tent met ertessoep.